Poesie. Kom maar, Poesie. Kom maar. Blijf. 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 Goed zo. Ja, ik heb je! Vies, vlooie beest! Welkom bij Assassin's Creed, aflevering 6. En we gaan beginnen na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik haat Smurfen en ik haat Azrael. Nou, Azrael, dat was de beestje. En we kunnen weer in Assassin's Creed gaan weer heerlijk de missies doen. En ja, dat ging aardig goed vorige keer. We hadden een lange missie vorige keer. We gingen leren schieten. En dat is wel af en toe ook belangrijk. En ik heb nog maar 4 balkjes. Dat is trouwens ook helemaal geüpgraded. Mijn health bovenin. Dus mijn levensbalkjes zijn een beetje dun, smal geworden. Bevrijd de piraten. Is dat hier zo? Ik hoor dat iemand wordt afgeslacht. Wacht even. Huppakee. Wat zit jij? Huppakee. Tjak, tjak, tjak. Zo. Alsjeblieft. Wat, dat ging snel, jongens. Gelijk in het begin al, huppakee. Pak de koerier. Dat moet ik ook nog even doen, jongens. Die koerier pakken. Want vorige keer had ik hem gepakt. Maar dan had ik hem gedood. En dat was geen succes, want je mag ze niet doden. Oh. Daar wil ik niet invallen. Ik weet het. De koerier. Waar is de koerier? Ik zie hem nergens hier in de buurt. Nou ja, dan gaan we gewoon... Ik zie wel een scroll in dat gebouw. Wat wordt bewaakt. Een grote scroll zit daar. Nou, dat pakken we volgende keer wel. Even kijken, wat hebben we hier allemaal voor zooi? Een muzieknoot. Dat is een zeemanslied. Dat kunnen we misschien wel gaan pakken. Dan zou ik een beetje naar boven gaan. Even beklimmen. Wat eigenlijk verboden is door de bewakers. Als ze het zien, dan gaan ze eigenlijk achter me aan. En het zeemanslied is hier in de buurt. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij, jongens. Er is genoeg voor iedereen, dan drinken we samen. 7 dagen lang, dan drinken we samen. Wat een dorst. Dan zullen we werken, 7 dagen lang, dan zullen we werken. Wat een dorst. Niet die ladder afgaan! Zeemanslied is weggewaaid. Probeer het later opnieuw. Wat is dit nou weer? Alleen omdat die ladder... Hij stopt ook niet met het afklimmen van die ladder. Beetje raar weer. Dat is heel vreemd. Nou, dan gaan we maar gewoon verder lopen. Lopen, lopen en ik wil lekker lopen. Lekker, lekker springen over de daken. Heb je het in de gaten? Vincent op de daken. En ik zie een kistje. En nu we toch bij dat kistje zijn, gaan we even langs dat kistje. Op de grond. En we kunnen... Oké, nou, vooruit. Dan gaan we gewoon via die ladder. Oh, die gozer ziet me. Shit. Hij heeft me gevonden. Wordt het een gevecht? Ik weet het niet. Ik kan de kistje niet openen. Kom op, beroven. Kan ik hem niet pakken? Ik wil hem pakken. Let op. Oh. Ja. Hij gaat door de muur heen, zag je het? Shit, jij... Hoppakee. En ik merk ook dat deze Assassin's Creed heel erg bloederig is geworden. Ja, dat valt me echt op. Het is gewoon... Ja, het is gewoon bloederig, lijkt het net. Nou, dat is altijd wel fijn. Oh, wauw, dat was gaaf, joh. Die interactie in dat huis. Oh, er zijn veel vijanden. Ik loop er even omheen. En ik heb het gevoel dat we naar dat plekje gaan waar we die schipper hadden achtergelaten. Hebben we trouwens wel wat geld voor een nieuw wapen. Even kijken. We hebben 4000, dat is nog niet heel veel. Zwaardenset. We kunnen wel een Frans zwaard kopen. Schade weinig. Ik ga toch sparen voor de Espado Ancha. Maar dan moet ik nog even doorverzamelen. Dat is een sterk zwaard. Zag er sterk uit in ieder geval. Een hoge damage doet hij. In plaats van 1-3. Voor mij heb ik nu wel eens een 2 damage hoor. Dus dat 2 damage is ook wel aardig. En we zijn hier bij... Deze meneer. Hallo meneer. Iemand genaamd de Wijsgeer. Hallo meneer Wijsgeer. Dat is die gozer die we al eerder hadden ontmoet. Just
Spannend. For over a decade. He's wrong. So it's this, I think. According to old tales, the blood of sage to the observatory. We have the key. We need the education. Tijdens het filmpje fix ik gelijk even mijn webcam, want die ziet er niet uit, zie ik nu. Sorry, excuus. Dit is beter. Ben ik tenminste niet meer rood met geel. Oké, we gaan gelijk weer terug in game. Zo. Kijk, nu natuurlijke kleuren. Volg de tempeliers. De hele gang. Yo, de hele gang. Waarom loop ik nou ineens langzaam? En we moeten heel veel volgen, heb ik gemerkt in de game, maar dat is helemaal niet zo erg. Het leidt naar iets gevaarlijks, weet ik nou al. I feel it too. Do not let them lay their hands on Sage at whatever cost. Serieus, moet ik het wapen gebruiken? Huppakee. Bats. Huppakee. Oh. Hem even vermoorden zo. Huppakee. En dan hebben we nog meer gasten. Die moeten even de kogel. Ja, daarbovenop. Het zou fijn zijn als ik nu even kon richten. Oh. Chips. Oké, die is dood. Daarbovenop. Pakken we snel een gozertje. Kom op. Huppakee. En de volgende. Oh, dat gaat mis. Schiet. Nee, oh! Zo. Oh, dat ging best wel goed op zich. We hebben hem goed verdedigd. Oh! Wow. Zo, huppakee. Dat ging lekker. Huppakee. Ik zit onder het bloed. Oh! Pak de wijziger. Haal de wijziger van bovenaf onderuit. Oké, let op. We gaan hem pakken. Hang back and make this easy on both of us, mate. Ah, verdomme. Hij is hierboven. Zakken. Rotknoppen.
Ja, we zijn er bijna. Uit de kant, aan de kant. We lopen door de hele stad heen op zoek naar die gozer. Die gaat hier ergens in. Daar liep hij in. Kom op, kom op. Ik denk dat ik hem vanaf bovenaf, als ik hem vanaf bovenaf pak, krijg ik extra punten, stond er. Maar wie weet, halen we het niet. Oh, de afstand. Ja, ik moet meer afstand, jongens. Oh. In elkaar slaan. In elkaar slaan. Gaan we in elkaar slaan? Sla de wijziger in elkaar. Ik vind het goed. Als hij hierheen komt. Waar zit hij? Hij zit hier boven. Wat een apie. Kom op. Daar is hij. In elkaar slaan. Huppakee. Pats! Ik zal wel krijgen. Tjonge, jongen. Beetje ontvluchten van mij. Dacht het niet. Schoothondje? Wat schoothondje? Niks schoothondje. Set on all sides by our enemies, we must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. Kijk eens. Een bedankje. Wat lekker geld. Misschien kunnen we nu dat wapen kopen trouwens. Als we genoeg van die... Ik weet niet hoeveel daarin zit. Ik gok 500 of 1000. Dat hoop ik wel. Hoeveel hebben we, jongens? 1000? Even kijken. 90% hè? Bijna. 1000! Nou, had ik goed gegokt. We zitten 5000. Een Abstergo uitdaging voltooid. Hé, wat doet die gozer daar? Kom hier, jij! Kom, ik wil je pakken, ik wil je pakken. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar ik wil je gaan pakken. Dat is zo'n gozer, zo'n, hoe noem je dat zo'n gozer? Huppakee. Minuut hierover. Zo, huppakee, dankjewel. Rookbommen gejat, kogels gejat. Nou, het kan niet beter. Die gasten bezitten zuur zoveel. We kunnen hier weer ontdekken van de map. Want ik zie die adelaar. En ik denk dat dat gebouwtje wat je daar tegenover ziet, dat we daar even naartoe kunnen gaan om dat te beklimmen. Dat doen we gelijk. Dan kunnen we even een overview krijgen van de stad. Als ik daar nog niet ben geweest, zo te zien niet. En de muzieknoot. Oké, die gaan we eerst pakken, jongens. Tot de vorige keer die muzieknoot, die kwam aan ons, die glipt aan ons voorbij. Ja, ik heb hem! Nou, dat ging heel snel. Dat ging echt heel snel. Oké, laten we dit gebouwtje beklimmen. Even kijken welke kant het beste is om te beklimmen. Ik denk die zijkantjes, want die hebben een soort van die latjes, ja. Kijk. En nu klimmen we naar het midden. Juppakee, en dan klimmen we omhoog. En dan zouden we eventueel verder kunnen komen. Klimmen totaal 500 meter. We hebben weer een uitdaging voltooid. Leuk. Er zitten dus een aantal uitdagingen in het spel. En hier kunnen wij synchroniseren. En hebben wij een nieuwe plek op de map ontdekt. En prachtige omgeving. We zien Adelaar weer. Hallo! En ik denk dat we nou al aardig veel van die map hebben. Snel reizen vrijgespeeld. Oké. Okay. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Huppakee. We landen in die mooie hooibaal weer. En dan gaan we eens even kijken. Ik zie weer dat de piraten, die kunnen weer gaan helpen hier zo. Hier achter dit gebied kunnen we een paar wat hulp gebruiken. Huppakee. Ik heb ook geen zwaard getrokken, hè. Slecht, hoor. Schiet, schiet. De gozer moet schieten. Waarom schoot hij nou mis? Nee, er komen er heel veel. Shit, shit, shit. Oké, laat ik ze gewoon vermoorden. Dit is gewoon een hele actieve game. Zo. Huppakee. Bandietjes.
Ja, kom op. Huppakee. En we hebben hem bevrijd. Alsjeblieft, graag gedaan. Gaat u maar heerlijk een goed leven tegemoet. Want piraten helpen wij natuurlijk. Omdat ik zelf natuurlijk een en al badass piraat ben. Maar dat wist je natuurlijk al. Dat het is het begin van een game. Hallo. En we kunnen weer een missie gaan doen. Dan gaan we weer naar de stip. Het uitroepteken toe. En ik zie dat we hier nog wel iets kunnen unlocken. Of een stuk mapkaart kunnen zien. En ik zie daar een adelaartje. En dat betekent dat daar in de buurt een synchronisatie is. Nou weet ik het niet zeker. Want daar mag ik helemaal niet komen. Dus ik ga daar ook nog even niet naartoe. Ik zie daar wel dat we een andere missie kunnen doen eventueel. Dat vind ik ook niet erg om dit te doen. En dat is hierin. Dan doen we dat gewoon even tussendoor, jongens. Interactie. Uit het duivenhokje zit een opdracht die we kunnen selecteren. En het is een contract natuurlijk. En een beloning is 1000 R. En dat betekent dat we dus eigenlijk meer... Oh, die duif gaat weg. Dat we dus meer geld kunnen verdienen voor dat zwaard wat we wouden gaan sparen. Moorddoelwit. Oké, helemaal beneden zit het doelwit. En je ziet hoe groot de mapkaart is. Het is echt bizar gewoon. Laat ik daar naartoe gaan. Ik heb het gevoel dat deze game eigenlijk een van de grootste Assassin's Creed's is aller tijden, heb ik het gevoel. Ik denk dat mijn gevoel best wel goed zit. Want je kan een hoop verzamelen en er zit weer een poesje. En hier zitten we in een nieuw stukje gebied. En mijn Ares oog kan aan. Even kijken. En dan zien we dus al die rode karakters, die moeten we dus... Die mogen mij niet zien. Die bewaken iets. En ik probeer via de achterkant te komen. Want daar zit volgens mij ons doelwit. Daar zit de bad guy die we moeten uitmoorden. Maar waar die zit precies? Daar is die. Doden. Hem moet ik doden. Nou hoop ik dat hij... Wacht nou even als ik in die bosje ga hier. En dan fluit ik. En dan hoop ik dat hij in de buurt komt. Want als dat zo is... Ik had liefst in die struik moeten staan daar. Hij gaat pissen. Oh. Oh, nee, 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 nee. Oh, shit. Nou hebben we het gedaan, jongens. Nou hebben we het gedaan. Nou hebben we het gedaan! Nee, die moeten we niet hebben. We moeten die andere hebben. Kom, 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 kom. Doden, 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 doden. Doden en wegwezen, hè. Ik heb het een beetje verkeerd gedaan. Ik weet het. En hij is dood. En ik word aan alle kanten bijna doodgemaakt. Het wordt nou een beetje spannend. Nou, een beetje spannend. Ik moet nou wegrennen. Synchronisatie. Er is hier geen synchronisatie. Ik moet hier weg. En mijn leven. Ik ga sowieso dood. Nou ja, daar moeten we niet van uitgaan. Keihard wegrennen. En die gasten komen nu al achter ons aan. En... Dat is niet goed. I can tell you that. We zijn uit het gebied... En dan moet ik niet verder gaan, want daar is weer een verboden stuk gebied. Dus wat ik nu doe is eventjes omlopen. Maar daar moeten we daarheen. Dus ik ga sowieso eventjes uitkijken. Dit is verboden gebied. En ik moet daarheen. Oké. Ik zit hier goed. Ik zit hier veilig. We hebben die gozer om zeep geholpen. Het was niet zoals plan, want die ene gozer zag me ineens in de bosjes. Maar toch gehaald. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en in de volgende aflevering gaan we weer een vette awesome missie doen. Dus blijf zeker kijken. Tot ziens, doei doei!